prachtelijke croissantjes, verse appelflappen. Ja, het zou toch eeuwig zonde zijn als we dat moeten missen. Maar er zijn wel echt problemen in die bakkerswereld. Want ze kunnen steeds minder jonge, frisse, nieuwe mensen vinden. En dat kan op den duur natuurlijk echt problemen geven. Zonde, want het is een prachtig beroep. Het is een prachtig vak. We hebben het mooiste vak ter wereld. We hebben echt waar het allermooiste vak ter wereld. Iets kunnen maken van niks tot een prachtig eindproduct. Ja, en ook nog eens een keer een product hè, wat leeft. Want dat is wat het doet. Ik bedoel, je maakt deeg, het rijst, enzovoort, enzovoort. En vervolgens komt er 4 uur later een prachtig brood uit de oven. Hartstikke mooi natuurlijk. Waarom ik het zo'n mooi vak vind? Gewoon het product maken, het eindproduct. Weet je, je maakt het zelf en dan maakt het gewoon fantastisch. Vroeg beginnen zal altijd een ding zijn. En dan wil niet iedereen daar meer, zeg maar. Dus ik denk, sociaal leven is belangrijk. Ze willen graag 's avonds uit eten kunnen. Handjes uit de mouwen en komen werken.